ik ben vandaag jarig. Ik word vandaag 26 en natuurlijk kan ik deze dag niet aan me voorbij laten gaan zonder het maken van taart. En ik maak van deze gelegenheid gebruik om weer eens een keertje aan de slag te gaan met de variatie op mijn meest favoriete taart aller tijden. Soort van trouwens, want ik ben ook gek op cheesecake, maar we gaan niet aan de slag met cheesecake vandaag. Vandaag gaan we namelijk weer eens aan de slag met het maken van een variatie op de chocolade fudge taart. En vandaag maak ik hem met gezout karamel. Dit zijn alle ingrediënten die we nodig hebben voor het maken van de salted caramel chocolade fudge taart. Zoals je ziet zijn het echt maar heel weinig ingrediënten. Het is dan ook een super makkelijke taart om te maken. Allereerst heb ik hier de ingrediënten voor de bodem. Dit zijn Oreo's en ongezouten roomboter. That's it. Meer heb je daar niet voor nodig. En voor de vulling heb je pure chocolade nodig. Ik heb hier gewoon een mixje van de restjes chocolade die ik nog in huis had. Nu heb ik geen pure chocolade meer in huis. Je kunt dus repen gebruiken die je aan stukken hebt gebroken zoals ik, of chocolade chips. Dan hebben we hier 2 blikjes gecondenseerde melk, gewoon van Friese Vlag. Die kun je in de supermarkt kopen, staan in het koningsmeekschap. Ik heb hier Fleur de Sel. Dat is grof zout, zoals je hier kan zien. Je kunt hiervoor ook gewoon grof zeezout gebruiken. En ik heb nog een beetje ongezouten roomboter voor de vulling. We gaan beginnen met het maken van de karamelvulling uit de taart. En daar heb je eigenlijk alleen maar dit blikje gecondenseerde melk voor nodig. Deze gaan we namelijk koken. Je zet gewoon een pannetje met kokend water op het vuur. Daar leg je dit blikje in. Dan mag die 1,5 uur in liggen. Je hoeft er verder niks meer mee te doen. Zorg wel voor dat die onder water blijft staan. Dus als het water verdampt, voeg je gewoon nog een beetje extra water toe. En dan laat je hem 1,5 uur op middelhoog à laag vuur koken. Daarna gaan we er pas verder mee. Oké, de gecondenseerde melk is gekookt en ik probeerde het blikje net al eens open te maken, maar ik zie dat het eruit komt. Het ziet er trouwens niet heel appetijtelijk uit zo. Is het wel, neem er van mij aan. Dus open het blikje even boven een bakje. Zo. Kijk, en die gecondenseerde melk, zoals je kunt zien, is echt helemaal tot karamel gekookt. En dat is precies zoals die hoort te zijn. Dus ik schep even die karamel in het bakje. Het is best wel stevig. Het lijkt een beetje op karamelpudding nu. En het mag wel weer ietsjes losser. Dus ik roer het even met mijn lepel ietsjes los. Dit is echt goddelijk. Zoals ik al zei, gaan we met gezouten karamel maken. En daarvoor had ik dus die Fleur de Sel. En daar strooi ik gewoon een beetje van over de karamel. Niet te veel. En dit roeren we er even goed doorheen. Zo, dit is prima zo. Deze zetten we even aan de kant. Dan kan die ook ietsjes verder afkoelen. Gaan wij ondertussen verder met de rest van de taart. We beginnen, zoals altijd uiteraard, met de bodem van de taart. En daarvoor heb ik hier een steelpannetje. En daar doe ik de boter in. Deze smelt ik op middelhoog vuur. En ondertussen hak ik in de keukenmachine de Oreo's even fijn. Als de boter gesmoten is en de Oreo's zijn verkruimeld, mogen ze bij elkaar in. Ik doe het eigenlijk altijd gewoon in het pannetje waarin ik de boter heb gesmolten. Het scheelt namelijk weer afwas. Dit scheppen we even goed om, totdat de koekkruimels zijn voorzien van een laagje gesmolten boter. Zo, dan pak ik even mijn springvormpje erbij. Ik gebruik een springvorm van 20 centimeter. Daar stort ik de bodemmix in. Het wordt een lekkere dikke bodem, maar ik hou er wel van. Zeker met zo'n chocolade- en karamelvulling erbovenop. Dit stampen we even goed aan. Dan mag op die bodem die gezouten karamel. En die gezouten karamel is niet helemaal klontvrij. Maar daar merk je straks echt niks van, geloof mij maar. Schep gewoon lekker alles erop. En verspreid dat even goed met behulp van de pannenlikker. Zo, perfect. Deze zetten we wederom weer even aan de kant en dan gaan wij verder met het maken van de chocofudge vulling. Nou, het is natuurlijk niet de eerste keer dat ik deze taart maak, dus misschien weten jullie nog wel hoe het gaat. We gaan in ieder geval alles in een steelpannetje doen. Dus dat zijn nog de boter, die is nog over, samen met de chocolade. En dit smelt ik alvast even voor de helft en daarna gaan we de gecondenseerde melk toevoegen. Dat is gewoon het hele blikje zo meteen. Chocolade en de boter in het steelpannetje zijn bijna gesmolten, dus nu ga ik het blikje gecondenseerde melk erbij doen. Gewoon alles in één keer, dan goed roeren totdat het egaal wordt. De chocolade fudge is ook klaar. Kijk, zo ziet het eruit. Heerlijk. Ik pak gauw mijn springvorm erbij. Daar zit natuurlijk al die Oreo bodem in en de karamel. En de chocolade fudge mag daar nu gewoon bovenop. Zo. Bij mijn normale chocoladefudge taart zou ik nu nog wat zout over de chocolade heen strooien. Maar we hebben natuurlijk ook al die gezouten karamellaag, dus dat ga ik nu niet doen. Deze mogen we nu dus in de koelkast zetten en dan is het vooral heel veel geduld hebben. Daarom zeker 3 tot eigenlijk 4 à 5 uur zelfs opstijven, zodat die fudge laag weer mooi hard kan worden. Dan kunnen we hem straks gaan aansnijden en natuurlijk proeven. Oh my god, jongens. De chocolade fudge taart met gezout karamellaagje is klaar. En ik heb hem hier en ik ga hem echt even van dichtbij laten zien. Want hij ziet er echt geweldig uit. Kijk. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Ik heb een bordje met een opstaand randje. Maar kijk, ik hou hem wel iets schuin. Kijk, je ziet echt die dikke Oreo laag. Je ziet zelfs nog een beetje van die Oreo crème in het midden. Maar dat vind ik er heel erg lekker uitzien. En dan heb je die lichtkleurige gezouten karamellaag met die zachte chocolade fudge laag erboven. En echt, oh my god, het ziet er echt uit als een perfecte taart. Ik ben echt heel benieuwd hoe die smaakt. Dus ik ga gauw proeven. Ik ga even kijken of ik van alle drie de lagen tegelijk een hapje kan pakken. Yes, gelukt. Bon appétit. Ik denk niet dat ik nog avondeten hoef zometeen. Oh my god. Dit is zo lekker. Ieder ingrediënt dat in dit taartje verwerkt zit, proef je. Je proeft de zoete chocolade met die gecondenseerde melk. En in één keer komt er een flinke chunk Oreo voorbij, wat echt onwijs lekker is voor de textuur, maar ook voor de smaak. En dan, als je echt een beetje aan het proeven bent, heb je in één keer die zoute karamellaag. Dat is echt heel erg lekker. Heel machtig, dat is wel echt zo. Je hebt echt aan een klein stukje genoeg. Echt, nou, niet de grote stukken. Ik zou er uit een taart van 20 centimeter misschien wel 12, 14, misschien wel 16 stukjes halen. Want anders lust je visite straks helemaal niks meer. Voor mij is het in ieder geval een perfecte verjaardagstaart. Heel erg makkelijk om te maken. Zo gaaf ziet hij eruit en hij is zo lekker. Mocht je nog vragen hebben aan de hand van dit recept, stel ze dan gerust hieronder bij de comments. Ik kan je er vast mee verder helpen. Ik ben in ieder geval heel erg blij met het eindresultaat. In ieder geval wil ik jou ook bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Vind ik leuk. Leuk verjaardagscadeautje voor mij. En anders zie ik je hopelijk heel gauw weer. Doei doeg!